Ik sta hier op de werf, Keizerpoort van Jan de Nul in Ledenberg, Gent. Omdat dit een heel groot project is met een enorme wanden, is er gekozen eigenlijk na overleg met de werfleiding voor een vloeranker B26. Dit vloeranker kan een trekkracht aan van 250 kN stuk. Deze is ook in hoogte verstelbaar en heel gemakkelijk te plaatsen. Op één beugel zie je dan twee verschillende vloerankers die onder 45 graden geplaatst worden. Dus dan kan je deze gemakkelijk op je bovennet plaatsen, vastbinden en kant is klaar. Door de grootte van het project hebben ze gekozen voor verschillende stortfases. In de verschillende stortfasen heeft men gebruik gemaakt van het stremstel 1051. Stremstel 1051 plaats je tussen de onder- en bovenwapening en heeft een waterkeerplaat, zodoende dat het waterdicht kan gemaakt worden tussen de stortfases. Voor een hoog rendement te behalen heeft men hier gekozen voor een COMAX. Een COMAX is een doorkoppelingswapeningsbak voorzien van een perforeerde rits, waardoor je veilig en makkelijk ontkist. Hier is hij gebruikt als consolebak voor de opleg van de welfsels. Hakon is al verschillende jaren een betrouwbare partner voor Jan de Nul. Wij kunnen steeds rekenen op een project technische ondersteuning door de adviseurs op de werf. En daarbij wordt altijd gekeken naar de geschikte oplossing voor een bepaald probleem. De samenwerking verloopt steeds heel vlot. We hebben een korte communicatielijn naar de adviseurs van Hakon. En er is ook steeds een snelle levering, flexibiliteit van hun kant uit.